En als je terugluistert naar die track, hè? Ik bedoel, ja, wat je zei, dat zijn de eerste die je echt serieus hebt opgenomen. Ja. Wat valt je op zelf aan de manier hoe je rapt? Ik bedoel, zie je echt veel verschillen met nu? Vergeleken bij mijn oudere tracks? Nou, ik bedoel bijvoorbeeld bij die eerste track, Als de tijd is gekomen. Als je die, als je die nu terugluistert, ik bedoel, bijvoorbeeld de meest recente track op de plaat, welke is dat? Dames. Dames. Ja. Als je die twee vergelijkt, zeg maar, zie je daar verschil in voor jouzelf? Hoor je dat? Ja, maar ik vind ook wel dat het bij mij echt in fases gaat. Dames verschilt van tijd in de zin van dat ik me in de tijd van dames met andere dingen bezig hield. Maar verder verschilt het alleen omdat, daarom. Als ik bijvoorbeeld... Dus niet qua skills of zo? Precies. Dat je niet... Okay. Nee, qua skills, ik zie van mezelf niet echt goed waar die skills nou beter worden of minder. Of dat vraag ik, moet ik altijd aan andere mensen vragen. Ik vraag altijd andere mensen feedback daarover van, is dit goed? Vind je dit beter dan het vorige nummer of is het, weet je? En welke mensen zijn daarin vooral belangrijk? QF, mijn producer, Ebro, mijn manager en Kees de Koning van Top Notch ook heel erg. Mijn zussen, mijn moeder, mijn neven, weet je, echt mensen die heel dicht bij mij staan. Die vertrouw ik daar echt in. En wat hebben zij gezegd over de laatste jaren, zeg maar? Ben je beter gaan rappen of zeggen zij van, nou, je zit nu op een niveau en dat... Nee, ze zien wel echt vooruitgang in mij nog steeds. Hoe dan? Hoe? Ja, ik ben benieuwd naar. Even kijken, wat zei Ebro nou ook alweer? Ze zegt dat de manier waarop ik mezelf uitdruk en een boodschap probeer over te brengen, dat steeds pakkender wordt, zeg maar. En meer aansprekend is voor mensen. Of voor haarzelf dan. Bedoelt ze de intonatie of bedoelt ze de woordkeuze? De woordkeuze, okay. Woordkeuze. Ze zegt dat ik daar steeds sterker in word, zeg maar. Nou, dat zie je zelf minder. Nee, ik zie het gewoon zo van, ik zit in de studio en ik schrijf op wat ik wil zeggen, zeg maar, zo. En ja, ik zie daar zelf niet heel erg in van of het nou en hoe en welke kant het op verandert. Maar voor mij ben ik nog steeds ik, maar blijkbaar verandert het toch wel. Ja, moet wel toch, want je wordt al wat ouder. Ja, dus ja, zeker. En ja, je bent de eerste vrouwelijke rapper of een rapster, FemC, op Top Notch. Ja. En volgens mij, ik weet dat Lady D, die heeft ook een single uitgebracht. Ja. Een half jaar geleden volgens mij. Met, ja, cool. Hoe heet die andere? In ieder geval met een andere artiest van Speklabel. Mm-hmm. Merk jij bijvoorbeeld... Met Susie. Ja, met Susie. Susie, ja. B. Ja. Ja. Spreek je haar trouwens of niet? Ik heb haar voor het laatst gesproken bij die boekpresentatie van Rap Around the World. Dat boek dat toen uitgekomen was met die DVD. En heb je wat met elkaar? Heb je wat aan elkaar? Nee. Ze is toch, ja, ze woont heel ver weg van mij en zit een beetje in een andere scene, denk ik, Den Bosch. Ja. En ze is bezig met dat theaterding van Ali B. Hele dope show was het ook trouwens toen ik was gaan kijken. Maar verder, nee, niet echt. Nee, het zou kunnen, kijk, bedoel, want waar ik heen wil, zeg maar. Ik bedoel, de hip-hop is vooral, zeg maar, een mannelijke wereld geweest al die jaren. Wat is het leukste wat een collega rapper, mannelijke collega rapper heeft gezegd over die plaat? Over jouw nieuwe plaat? Wat is het leukste? Dat het. Wat zei hij nou ook alweer? En wie is dat? Wie is hij? Dat was. Je zei een collega rapper? Ja, noem. Oh nee, dat is geen rapper. Want ik had het over Andrew Makinga. Oké. Want die zei echt dat het grensoverschrijdend was en taboes doorbrekend. En dat vond ik echt van, wow, oké. Ja, dope, weet je, dat iemand dat over mijn plaats zegt. Maar collega rappers, dope.